We hebben het nu over geestelijke vriendschap vandaag. In de boeddhistische teksten worden er verschillende manieren genoemd om vriendschap te vormen. De Boeddha noemde dit zelf. Er zijn dus vriendschappen met mensen die moreel en geestelijk minder ver zijn dan ons. Men geestelijke vriendschap met mensen die moreel en geestelijk even ver zijn. En vriendschap met mensen die moreel en geestelijk verder zijn. En je ziet dus dat er verschillende redenen zijn voor zulke vriendschap. Mensen die moreel en geestelijk minder ver zijn, die kunnen we helpen op het goede en spirituele pad. Door een motivatie van mededogen. Ook al kan het best zijn dat de ander ons niet altijd als spiritueel zijn of haar meerdere ziet. Maar als je de kans hebt om iemand te helpen en te inspireren op het geestelijke pad, dan moet je dat zeker doen. En dan heb je ook mensen die eigenlijk ongeveer even ver staan, je broeders en zusters op het spirituele pad, zeg maar. En dat soort van mensen waarmee je naar een meditatiesessie als deze komt, online dan wel offline. En daar heb je dus de mogelijkheid om elkaar te inspireren in een gesprek. En dat het ook op die manier is ook mogelijk om dingen samen te doen, vrijwilligerswerk. In België hadden we voorheen vrijwilligersdagen. Waarbij de vrijwilligerswerk werd gedaan en misschien dat we ook in Nederland hier zulke dingen kunnen doen. Als de coronacrisis een beetje voorbij is, dan is dat een mogelijkheid. Dat is het soort van geestelijke vriendschap waarbij je met broeders en zusters in de Dhamma, broeders en zusters in de Sangha samenwerkt. En het is ook een manier waarop je op je gemak bent. Je hebt het gevoel dat je elkaar helpt. De Boeddha die gebruikt zelf, die heeft het zelf over een zekere soepelheid, een zekere gesmeerdheid, een zekere soepelheid van vriendschap en het geestelijk leven. Maar heel vaak gaat geestelijke vriendschap, het woord geestelijke vriendschap, gaat over mensen die moreel en geestelijk verder zijn. Dat is meestal zo in de boeddhistische tekst. Het gaat om het feit dat je een leraar of een mentor hebt die je kan inspireren. En dat kan kunnen verschillende mensen zijn, hoeven niet monniken of nonnen te zijn, maar het kunnen ook ander soort van mensen zijn die je tot voorbeeld dienen. En die helpen ons om verder te groeien. En dat is eigenlijk wat de Boeddha heel erg benadrukt. De Boeddha gebruikte hier het woord Kalyanamitta voor. Misschien ken je het woord. Heb je misschien wel eens van gehoord? Nee. Oh. Dit is het woord Kalyanamitta. Niet mogelijk om elke letter hier te tikken, maar... Het werd allemaal vertaald, hè, daar bij Gwenka. Het was Engels, hè? Ah, ja. Kalyanamitta is een goede vriendschap. Goede vriend. Goede vriendin kan ook. En soms dan staat er nog wordt het woord vervoegd en dat betekent het goede vriendschap. Kalyanamitta. En sommige tradities, bijvoorbeeld de traditie van Triratna, die in Amsterdam zit in Nederland, die weten dat dat woord heel lang is en die gebruiken gewoon Mitta, of Mitra in het Sanskriet. Die halen het woord Kalyana weg, maar dat komt op hetzelfde neer. Alleen in Nederland geef ik er de voorkeur aan om niet het woord Mitra te gebruiken, omdat het mensen doet denken aan een slijterij. Mm. Ja, een zaak die alcohol verkoopt, bedoel ik. Maar laten we even weer teruggaan naar het onderwerp. Dus in feite heb je sprake van een manier van geestelijke vriendschap die een specifieke term heeft in het Pali, die een specifieke betekenis heeft ook. Maar er zijn wel vergelijkbare termen in het Westen. Er is een boek dat heet Pay It Forward. Misschien heb je daarvan gehoord. Nee. En dat boek is in de tijd verfilmd. Als een film. En die film die heet ook Pay It Forward. En een bekende scène uit die film is dat een klein kind een speciale opdracht heeft gekregen om van de leraarmaatschappij
leraar maatschappijleer. Om een speciale. Iedereen in de klas moet een speciale opdracht bedenken, een nieuw idee, een soort van idee om de maatschappij te hervormen. Dus een beetje een idealist, die leraar. En een van die kinderen komt met het idee, ja, wat als we nou allemaal eens een keer iets heel goeds te gaan doen voor andere mensen. En dan zeggen we tegen die mensen, je hoeft niks tegen mij, je hoeft niks terug te doen voor mij, maar doe het voort. Een soort domino effect. Of misschien dat je nu zou kunnen zeggen het viraal gaan. Maar dat was een film die verscheen voordat het woord viraal zo veel gebruikt werd. Dus het viraal gaan van een goede daad. Mm. In de tijd dat die film verscheen, dat was voor mijn monnikenwijding. In de, ja, eind, ik denk begin van deze eeuw, ja. Was dat best wel een invloedrijke film. En die methode, er was dus ook een methode, een zekere filosofie. En ik heb dus die mevrouw die het boek heeft geschreven, en dat uiteindelijk verfilmd is, heb ik een keer geïnterviewd. Weliswaar schriftelijk, want het is een Amerikaanse vrouw en in die tijd was het internet nog niet zo goed. Dus het ging schriftelijk. En het was voor de krant van de studentenkerk in Nijmegen. En dat interview, dat was heel interessant. En zij heeft ook geprobeerd om die methode dus bij scholen in Amerika te introduceren. Om te leren kinderen te denken over, te laten denken over hoe je het goed kunt doen voor anderen. Zonder altijd iets terug te verwachten. En dat is wat de Boeddha ook zo belangrijk vond. Hij sprak over de pupakari. Nou, dat zal ik niet opschrijven. Ik zal niet te veel ingewikkelde termen om je oren met. Dat ik niet te veel ingewikkelde termen je op je afgooi. Maar de pupakari is eigenlijk niet echt een Nederlands woord voor. Dus iemand die een gunst doet of iemand die goed doet zonder iets terug te verwachten. Zonder dat het een zekere gunstenuitwisseling is of zo. Maar meer gewoon echt goed doen voor het goede zelf. En zo iemand is een Kalyanamitta. En we hebben allemaal zowel zulke mensen in ons leven dat we denken, nou, als die persoon er niet was geweest, dan was ik niet wie ik vandaag was. Dan was ik er niet zoals ik er vandaag was. En dat is op verschillende terreinen misschien. Misschien ook wel in ons onderwijs, in het dagelijkse leven. Dingen die we hebben geleerd als kind. Beroepsonderwijs enzovoort, maar ook in ons werk. Misschien zijn er dingen waar we heel veel van hebben geleerd. Maar als we echt dieper gaan kijken, dan zijn er ook geestelijke dingen die we hebben geleerd. Van onze ouders, van onze leraren. En heel vaak vinden we die natuurlijk terug in filosofie en religie. Daarom sprak de Boeddha dus heel erg over het uitdragen van goede kwaliteiten via de geestelijke vriend. Goede vriendschap, zo zei hij... is het gehele geestelijk leven. En dan kom ik zo op terug waar die zin vandaan komt. En de Boeddha die zei in feite, de eerste stap in het goede en geestelijk leven is dat iemand ons daartoe inspireert of adviseert. In het boeddhisme hebben we natuurlijk wel het ideaal van de Boeddha als een zelfverlichte leraar. Maar voor de meeste van ons is het nodig om toch een leraar of een iemand die ons inspireert te hebben. En de Boeddha die vergeleek dat wel met de eerste stralen van zonneschijn, wanneer de zon aan de einde of aan de horizon verschijnt. Hè, dat is dus de eerste stralen van zonneschijn die ons wakker maken, dat we denken, ach, ik snap ineens wat ik vandaag ga doen voor goede dingen. De zon die geeft ons warmte en energie. En zo ook kan een goede mentor of goede vriend ons heel veel helpen. Als ik dit verhaal zo vertel, dan denk ik meteen aan een aantal belangrijke goede vrienden die ik heb gehad in mijn leven en nog steeds heb. Er zijn natuurlijk wel ook de leraren van Dhammakaya, de Dhammakaya-traditie die nog leven. Maar daar heb je natuurlijk iets minder contact mee, want dat is een hele grote tempel en organisatie. Maar de echte leraar waar ik heel veel van heb geleerd, dat is een monnik die in Chiang Mai woont.
En ook een Lumpy Nicolas, tot op zekere hoogte, iets minder contact mee gehad, maar ook wel heel veel van geleerd. En zo zijn er heel veel mensen om me heen waar ik aan terugdenk als ik denk aan geestelijke vriendschap. En dan denk ik aan alle dingen die ik heb geleerd van hen. En ook, ja, of ik ooit iets terug voor hen zou kunnen doen. En soms is het heel moeilijk om een goede vriendschap, om daar iets terug voor te doen. Misschien is dat wel de reden dat we kunnen zeggen dat het heel erg vergelijkbaar is met het concept van pay it forward. Want vaak zijn onze geestelijke leraren en goede vrienden niet zo geïnteresseerd in wat we terug voor hen doen, maar meer of we het wel doorgeven. Maar als het gaat om onze ouders en onze leraren in het meer wereldlijke leven, zeg maar, dan is het wel heel belangrijk om proberen iets terug te doen. Maar voor een spirituele leraar is het niet altijd mogelijk om iets terug te doen, maar wat wel mogelijk is om het voort te geven. En dat is ook een manier om het terug te doen in feite. Hè? Bijvoorbeeld de Boeddha kunnen we niet veel meer voor terug doen. Hij leeft tenslotte niet meer in deze wereld. Maar we kunnen wel het voortzetten. Dat is ook een manier om de Boeddha, zeg maar, iets terug voor hem te doen. En ook de Boeddha was een soort van goede vriend. Maar de Boeddha, dat zul je misschien verbazen, en in tegenstelling tot wat ik zojuist zei, ondanks dat hij een zelfverlichte leraar was, dat hij dus door zichzelf verlicht werd, was ook de Boeddha ooit afhankelijk van een ander. Een heel bekend verhaal in de Thaise traditie is het verhaal van Jyotipala en Gatikara. En Jyotipala en Gatikara, dat waren twee goede vrienden. Maar zoals wel vaker gebeurt met goede vriendschap, waren het mensen van hele verschillende achtergronden. Gatikara was een arme man. Hij was iemand die in feite ja, het eenvoudige leven leed. Hier wordt hij afgebeeld zonder hemd. Ik denk dat dat wel heel realistisch is voor die tijd. Dus hij was in feite iemand die wat ze noemen een beeldhouder. Niet een beeldhouder, hoe noem je dat? Iemand die... een pottenbakker. Een pottenbakker. En de pottenbakkers van die tijd, die kwamen wel vaak in contact met spirituele mensen. Omdat spirituele leraren, zoals monniken en andere yogis in die tijd, die gingen vaak overnachten in pottenbakkerijen. Als er geen klooster beschikbaar was in de buurt. Dan gingen ze in pottenbakkerijen overnachten, omdat dat vaak grote werkplaatsen waren. En dan kon iemand wel even slapen. Maar dat is een historisch detail. Maar deze deze Gatikara was daardoor iemand die heel erg spiritueel al snel heel erg volgroeid was. Hij had heel goed contact met de Boeddha van die tijd. En dan zul je denken, de Boeddha van die tijd. Er zijn meerdere Boeddha's, en dat weet je misschien al. Maar dit was dus echt een Boeddha van zeg maar een hele lange periode terug. En deze Boeddha, die was net zoals de huidige Boeddha, de Boeddha die we nu vereren in het huidige boeddhisme, was hij iemand die volledig verlicht was. En boeddhisten geloven dus dat er heel veel van zulke figuren zijn geweest. En hij was dus... Gatikara, die had hem dus ontmoet. En die was heel erg in hem gaan geloven en in zijn pad. En die beoefende zich heel erg goed. Hij probeerde alle leefregels en principes na te leven. En hij had zijn goede vriend Jyotipala, wilde hij eigenlijk ook inspireren tot dit goede pad. Maar Jyotipala was iemand die behoorde tot de hoogste kasten. Tegenwoordig heb je dat in India nog steeds, de kastes. En hij geloofde niet in zo'n monnik. Hij geloofde de monnik die staan buiten het systeem. Dat zijn mensen die laag zijn en die hebben geen waarde. Die zijn niet zoals de Brahmanen. Hij was een Brahmaanse priester en hij keek daarop neer. Hij vond het maar belachelijk.
En toen Katikara sprak van de verlichting, dat hij zei van nou, deze man is verlicht en deze man, daar kunnen we heel veel van leren. Hij probeerde het steeds maar weer. Toen zei Jyotipala van nou, dat is helemaal niet zo makkelijk hoor, de verlichting. Dan moet je niet zomaar denken dat je dat iemand dat kan bereiken. En Jyotipala die was, stond er niet voor open. Heel moeilijk. En uiteindelijk leidde dat op een bepaald moment, dacht Katikara, misschien is het het juiste moment, hè, dat we iemand moeten inspireren tot op het juiste moment. Misschien moeten we, soms kunnen we niet door dwang of door iemand te forceren, iemand inspireren tot het spirituele leven. Soms moeten we iemand de juiste situatie iets vertellen. Dus toen dacht hij, laten we eens een bad nemen. In die tijd was het gebruikelijk voor vrienden en mensen die elkaar een beetje kennen om samen te gaan baden. Zoals we misschien nog steeds wel hebben dat mensen van een beetje stand soms samen naar de sauna gaan of zo. En vroeger naar een badhuis. Maar dat was gewoon een manier om te ontspannen, zeg maar, van die tijd. Net zoals mensen tegenwoordig gaan golven of gaan basketballen, ik noem maar wat. En die mannen die zitten dus te baden. En het is heel ontspannen en relaxed. En na een tijdje dan kleden ze zich weer aan. En op dat moment denkt Katikara, nu grijp ik mijn kans. En dan zegt tegen Jyotipala, goh, je moet toch een keertje naar de Boeddha meekomen. De Boeddha, daar kunnen we zoveel van leren. Die heeft zoveel goede dingen om te vertellen. En weer zegt Jyotipala, nee, ik ga niet naar hem, want ik geloof niet daarin. Dat is volstrekte onzin. De verlichting is helemaal niet zo makkelijk als je denkt. En toen op dat moment maakte Katikara een overweging. En hij dacht bij zichzelf, dat is niet als zodanig genoteerd in de teksten, wat hij precies dacht, maar we kunnen uit de tekst concluderen dat hij waarschijnlijk dacht van nou, als je echt een goede vriend voor iemand wil zijn, een goede spirituele vriend, moet je zelfs je vriendschap op het spel durven te zetten. En hij greep Jyotipala bij zijn hoofdhaar. En hij zei, kom nou toch mee naar de Boeddha. En dan zul je denken, dat is toch wel heel ruw. Maar in die tijd was het zelfs heel erg beledigend. Als iemand zoiets deed, dan was het eigenlijk alsof je hele vriendschap op het spel zat. Zetten. Het is net alsof je iemand heel erg iets op het hart drukt en dat je daar heel erg belangrijk vindt op zodanige manier dat je denkt van nou, als die persoon dat niet accepteert, dan is onze vriendschap voorbij. En toen dacht Jyotipala, nou, als hij het zo belangrijk vindt dat hij zelfs de vriendschap ervoor op het spel zit, want in het Azië, als iemand aan je hoofd zit, dat is het hoogste deel van het lichaam. Zelfs in Thailand is het nog steeds zo tegenwoordig. Als iemand zo op het hoofd tikt of zo, dan is dat zo fundamenteel beledigend. Oh. Ja, dus dat moet je nooit doen. Waarom? Maar bij een kind kan het wel. Dus toen dacht Katikara nou, oh sorry, toen dacht Jyotipala nou, ik ga toch wel even hierover nadenken. En toen dacht hij, nou, dat ik er vanaf ben, gaan we toch maar even naar de Boeddha toe. En toen bleek dat Jyotipala, nadat hij met de Boeddha had gesproken en de Boeddha kon zijn vragen beantwoorden en zijn twijfels, kon hij hem helpen te overwinnen. Toen dacht hij ineens, ach, dit is best wel een goede man. Hij heeft best wel veel wijsheid. En hij begon steeds vaker naar hem te luisteren, ging steeds vaker naar hem toe. En uiteindelijk gebeurde het meest onverwachte. Jyotipala werd de trouwe volgeling van de Boeddha en die werd uiteindelijk zelfs monnik. En hij was heel bedreven in meditatie. In dat leven bereikte hij nog niet de verlichting. Maar Katikara, die kon niet monnik worden. Die wilde eigenlijk ook monnik worden en Jyotipala die heeft hem daartoe ook wel aangemoedigd. Maar omdat hij moest zorgen voor zijn blinde ouders, kon hij niet monnik worden. Maar hij leidde wel een leven dat bijna of een groot deel leek op het leven van een monnik. Dus hij was ook celibatair en hij accepteerde geen geld. Ik weet niet hoe hij dat deed, maar
Maar er is dus best wel veel, veel bijzondere dingen in het leven van deze twee mensen, deze twee mannen. Maar het meest bijzondere van dit verhaal is dat aan het einde van het verhaal de Boeddha dus vroeg aan de eerwaarde Ananda, die zijn bediende was, wie van deze twee denk je dat ik was? En de eerwaarde Ananda, die zei niks, maar de Boeddha die zei, je moet niet denken dat ik Gatikara was. Ik was Jotipala. Ook zelfs de Boeddha had in een heel lang geleden in een leven, had hij een ander nodig als vriend. In het geestelijk leven. En het verhaal gaat dat Gatikara later werd geboren in een van de hogere hemelen. En in het, als een deva, als een soort van hemelwezen in het leven van de Boeddha kwam, net voordat hij besloot een monnik te worden, om een pij aan hem te geven. Zo gaat het verhaal. Ja, mooi. Om toch nog even zijn bijdrage te doen. Ja, mooi. Maar in de vroegste teksten wordt dat niet genoemd, maar het wordt wel genoemd hoe de twee met elkaar spraken in dichtvorm. Dat is wel een mooi voorbeeld van geestelijke vriendschap. Mm. En uiteindelijk hebben ze dus ook allebei de verlichting bereikt. Dit is dus een verhaal dat illustreert dat we allemaal wel eens geestelijke vriendschap nodig hebben. Ja. Om op het juiste pad te komen. En er was dus op een dag wat de eerwaarde Ananda zei tegen de Boeddha. De Boeddha moet even bijzeggen, de eerwaarde Ananda die stelde nooit vragen aan de Boeddha. Dat vond hij onbeleefd, om een of andere reden. Hij was altijd, misschien dat hij wel eens vragen stelde, maar hij was eerder geneigd om een soort hint te geven, waar de Boeddha dan op kon reageren. Dus hij zat daar zo en toen zei de eerwaarde Ananda tegen de gezegende, tegen de Boeddha, dit is de helft van het heilige leven, Heer. Goede vriendschap, goede metgezel zijn, goede kameraadschap. Goede metgezellen zijn. En toen zei de Boeddha dus, nee, goede vriendschap is in werkelijkheid het hele heilige leven, niet de helft. Want eerwaarde Ananda dacht van, nou, als je goede vriendschap hebt, dan is de helft van je spirituele leven is daarmee voorzien en de andere helft moet je zelf bedenken. Maar de Boeddha die zei in feite, goede vriendschap is in werkelijkheid het hele heilige leven. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Kun je in feite interpreteren als dat, zelfs als je deels leert voor jezelf te zorgen, wat heel belangrijk is in het geestelijk leven, daar niet van. Dat het toch uiteindelijk allemaal is ontstaan door die ene persoon. Of die aantal personen die je hebben geïnspireerd tot het geestelijk leven. Mm-hmm. Dat is één interpretatie. Andere interpretatie die je ook wel hoort, is dat je kunt zeggen dat geestelijke vriendschap uiteindelijk begint bij hoe je voor jezelf zorgt. Dus hoe ga je... Ben je voor jezelf een goede vriend? Hoe onderwijs je jezelf? Wat we in het Westen ook wel geweten noemen, maar wel vaak heel negatief definiëren. Dus hoe zorg je voor jezelf? Hoe zorg je voor de wijze in jezelf? Geef je die een kans om je te adviseren of sluit je die uit? Dat is wat heel belangrijk is. Dus goede vriendschap, omgaan met de wijze in jezelf, maar ook omgaan met de wijze buiten jezelf. En dan heb je ook nog het aspect van een goede vriend zijn. Dus wat ook zo wordt gevierd in die film Pay It Forward, dat boek. Namelijk dat je niet alleen een goede vriend hebt, maar ook goede vrienden moet zijn met anderen om het voort te zetten. En dat is ook heel belangrijk bij goede vriendschap. En in die zin is het ook in feite het hele heilige leven. En de Boeddha die zei als je iemand... Hij geeft eigenlijk een soort definitie van wat een goede vriend is. Als iemand heel vriendelijk naar je is en heel erg naar je glimlacht en misschien zegt van spreekt heel lang over liefde en de liefde dit en liefde dat. En dat is heel mooi om naar te luisteren. Maar is die persoon uiteindelijk jou in staat om jou op je fouten te wijzen? En om je dingen die je moeilijk te vertellen zijn, waar die persoon ook een risico mee loopt. En die je misschien niet wil horen. Dat is eigenlijk
de kern van geestelijke vriendschap. Niet dat we elkaar voortdurend moeten verwijten en kritiseren. Het kan heel mooi gebracht worden. Maar wel ook de moeilijke dingen durven te noemen. Dat is werkelijke geestelijke vriendschap. Ik ben het exacte citaat vergeten, maar Gandhi die heeft ooit gezegd, heeft ooit hierover gesproken, dat alleen die vriendschap de moeite waard is als het geestelijke vriendschap is waarbij je juist ook de ander kan helpen moeilijke dingen te erkennen en te overwinnen in zichzelf. Anders is het niet werkelijke vriendschap. Dus dat is een hele vergelijkbare filosofie. En wie weet is dat wel een soort van kruisbestuiving geweest tussen het hindoeïsme of het jainisme dat Gandhi aanhing en het boeddhisme. Ja. Dus de Boeddha die zei, ontmoet je een mens die je fouten ziet als een ontdekker van verborgen schatten. Ga om met zo'n wijze en als je dat doet, zal het je beter gaan, niet slechter. En het is ook een uitdrukking in ons tempel. Als je iemand ergens op wijst, dan zeggen we wel, hij wijst je op verborgen schatten. Maar het is dus, het is een manier om te kijken naar vriendschap. Van wat is, en het is ook best wel goed om nu en dan na te denken van hoeveel van die mensen heb je nog eigenlijk voor jezelf? Mm, ja. Ik heb zelf wel heel belangrijk als een reflectie voor mezelf van wat, welke mensen in mijn dagelijks leven kan ik nog zien als een goede vriend? Ja. Ik denk van nou, die personen die kunnen me ergens op wijzen. Ja. En het moeilijke is dat je als je monnik wordt, na vele jaren worden die mensen minder. Omdat je meer groeit in het geestelijk leven en je wordt als het ware als belangrijker gezien. Ja. En dan moet je dus echt wel meer dat in de gaten houden. En die ja, mensen dat geloof ik. Ja, ja. Ook in het gewone leven, buiten het klooster, blijft geestelijke vriendschap altijd belangrijk. En zeker, je kunt altijd wel in nood iemand weer terugvallen, maar als je die persoon nooit hebt geëerd of aandacht aan hebt besteed in de gewone periodes, hè, wat we ook wel zeggen door dik en dun, hè, als je in een goede periodes daar geen aandacht aan besteedt, dan is het ook moeilijk soms om op iemand terug te vallen in de moeilijke periode. Dus dit is zeker een reflectie die heel belangrijk is. En dat is, waarom is het nou zo fundamenteel, waarom ik het noem in een cursus of in een reeks lezingen over de aard van de boeddhistische tempel? Omdat het zo fundamenteel is aan hoe we omgaan in de boeddhistische tempel met elkaar. We zorgen voor elkaar, we inspireren elkaar, motiveren elkaar en we zeggen ook wel eens dingen die de ander kan gebruiken om zichzelf in zijn leven te verbeteren. En het kan positief zijn en negatief. Mm-hmm. Sommige mensen hebben meer behoefte aan een positieve vorm van advies en anderen meer aan negatief. Met negatief bedoel ik natuurlijk dat we soms wel eens iemand een beetje wakker moeten schudden, zoals Dotipala. Maar niet iedereen heeft altijd behoefte aan wat ze ook wel de wortel en de stok noemen. Hè? Dus, sommige mensen hebben behoefte aan de wortel en anderen aan de stok. Maar dat is een beetje flauwe metafoor. Maar het is wel zo dat we de zachte en harde manier zijn soms allebei nodig. Maar dat hangt dus af van de persoon. Hè? Sommige mensen kunnen we zeker adviseren op een zachte manier. Andere, moeilijker. Onze geestelijke vriend en onszelf is dus niet alleen een kwestie van omgaan met, maar ook leren van en uiteindelijk nastreven. Het goede is dat als je iemand hebt om je heen, dat je denkt, nou, die doet het wel heel goed en daar kan ik wel heel veel van leren in het geestelijk leven. Dat je dan ook jezelf als het ware daarmee wordt geconfronteerd en dat je dan jezelf gaat nadenken. Want we hebben nog wel eens de neiging in het leven, en daar stuit ik mezelf zeker niet uit, dat je wel eens een keertje vergeet wat nou eigenlijk, hoe hoog de maatstaven zijn, hoe hoog onze leraren de lat leggen. Maar zij,
onze leraren zijn niet altijd, leggen niet altijd de lat zo hoog voor ons. Maar als we kijken naar wat ze doen en hoe ze hun leven leiden, dan begrijpen we, oh, ja, als je er echt bij stilstaat, dat is toch wel heel bijzonder. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het leven van Lompata Machio en Kunyai, dat wil ik ook wel eens een keer wat over gaan vertellen, dan zie je hoe die personen eigenlijk toch heel veel bijzondere dingen hebben gedaan in hun leven. Een bijzondere beslissing hebben gemaakt. Mm-hmm. En dat kun je misschien ook niet echt allemaal nadoen en dat is ook niet de bedoeling. Dat hoeft niet, maar je kunt wel een beetje dat totje nemen en je laten inspireren daartoe. Mm-hmm. We hebben een tijd lang in onze tempel een project gehad en dat was het huis van de goede vriend. Of in het Thais baan kalyanamit, dus hetzelfde woord kalyanamit komt daarin terug. En dat was een project waarbij mensen werden geïnspireerd om andere mensen bij hun thuis uit te nodigen om samen te komen mediteren, naar de Dhamma of naar een monnik te komen luisteren. En samen teksten te zingen. En dat was dus iets wat zo aansloeg dat er heel veel mensen dus dat gingen doen. En het was zelfs een bordje dat wees ontworpen door onze tempel, omdat mensen dan op hun huis konden plakken als een soort van bordje met een bepaalde betekenis. En dat bordje dat heette dus, daar stond dus op het huis van de goede vriend. En het was natuurlijk een heel goedkoop bordje, maar het ging gewoon om het idee, het feit dat je iemand daartoe inspireert om goed te doen. En als een soort van herinneringen aan wat die persoon voor goede dingen heeft gedaan. Hier zie je dat er ook zo'n bordje werd geplakt op een huis in Mongolië, waar ook een boeddhistische tempel van onze traditie is opgericht. En dat is ook wel mooi om te zien in deze foto. In de tijd hebben ook een aantal mensen in België het huis van een goede vriend opgericht. En hij heeft tot hele mooie activiteiten geleid. Iedereen kan dat doen. Je kunt altijd bijvoorbeeld een leraar of een monnik van onze traditie uitnodigen om bij je thuis les te geven in meditatie. En de kans te geven aan mensen om daarover te leren. Of simpelweg mensen samen met je te inspireren om te mediteren. En misschien ook iets over het leven in de tempel te leren. Het huis van de goede vriend is in feite ook de tempel. Hè? De tempel is ook een manier om vriendschap aan te knopen en geestelijke vriendschap te leren kennen. Ook al zijn er verschillende culturen in onze tempel. Toch zie je dat heel veel Thaise mensen ook goede vriendschap aanknopen met mensen die Nederlander zijn. En dat er ook spiritueel veel met elkaar wordt uitgewisseld. Dat is heel mooi om te zien. Mm-hmm. Dus dat is een beetje waar ik wilde mee afsluiten voor deze avond.